Omdat ik nu door de week fulltime stage loop, heb ik eigenlijk alleen in het weekend de tijd om mijn eigen dingen te doen. En daarmee bedoel ik freelance werk, want ik maak namelijk content voor andere bedrijven en natuurlijk de brand deals die ik heb lopen op mijn Instagram of YouTube. Dus vandaag staat in het teken van een werkdagje. Ik heb een aantal dingen in mijn agenda vandaag gepland die ik moet doen. De ochtend staat helemaal ingepland voor werk. En in de middag heb ik iets leuks, want ik heb namelijk een lunch. En daar heb ik heel veel zin in. Dus laten we maar snel met de dag beginnen. Wanneer ik aan het werk ben, of het nou achter mijn laptop is of dat ik content aan het maken ben, vind ik het heerlijk om muziek te luisteren. En helemaal als het hands-free is, dus echt al sinds maanden gebruik ik mijn Sonos speaker. Hij staat hier op mijn plank. En als ik lekker bezig ben, heb ik eigenlijk geen zin om controle te hebben over mijn muziek. En het fijne is aan mijn Sonos Roam is dat ik hem heb geconnect aan mijn Google Assistant. Dus als ik aan Google vraag of ze muziek op wilt zetten, dan doet ze dat. En ik vind het echt ideaal. Dus bij deze, oké, Google, play music. Got it. Playing sweater weather on Spotify. Dus ik ga nu lekker aan het werk. Inmiddels is het alweer bijna 11 uur. De ochtend is voorbij gevlogen. Ik heb best wel veel kunnen doen, maar nog niet alles. Helaas kan ik mijn to-do list niet afmaken, want ik moet er zo vandoor. Ik ga eerst even naar de winkel, een edelstenenwinkel om precies te zijn. Ik ga daar een cadeautje kopen voor Lynn, want ik heb straks haar verjaardagslunch. En ik heb afgelopen week helemaal geen tijd gehad om naar de winkel te gaan. Dus ik ga dat zo eventjes doen. En daarna ga ik direct door naar de lunch. En misschien dat ik vanmiddag nog wat kan doen. Ik heb geen idee, maar ik ben wel blij dat deze ochtend best wel productief was. Ik heb veel kunnen doen, niet alles wat ik zei. Maar ik denk dat het deels te maken heeft gehad dat ik lekker op de achtergrond een muziekje op had staan. Want door fijne muziek te luisteren zit ik toch wel veel sneller in een goede vibe. Ben ik veel productiever. Dus special thanks to my little friend over here. Ik had deze Sonos Roam dus van Coolblue gekregen. Ik heb hem dus al een tijdje. Deze speaker heb ik ook meerdere keren tijdens de zomer meegenomen. Toen ik naar het strand ging. Naar het park. Echt heel erg chill. Hij is zo compact. Hij past makkelijk in een canvas tas of in een handtas. Ja, ik vind het maar echt top. Mocht je toevallig nog op zoek zijn naar een speaker, dan zal ik een linkje van deze speaker wel hieronder in de beschrijving zetten. De dag vliegt voorbij. Ik ben inmiddels ook alweer thuis. Het is bijna 5 uur. En ik heb net wat pakketjes ontvangen. Dus die ga ik straks even openen. Ik heb kleding besteld bij de H&M. Ik zag een aantal leuke blazers. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat wat is. Ik ga eigenlijk bijna nooit meer naar de stad om te shoppen. Want ik heb echt een hekel aan de drukte gekregen. En ook ja, de laatste tijd scoor ik bijna nooit iets meer in de stad. Dan kijk ik wel rond. Of een item is niet meer in mijn maat. Of ik zie helemaal niks leuks.
Dus mijn voorkeur gaat nu uit naar online shoppen.